Hallo, ik ben Max. Spreek jij Nederlands? Klik dan op deze vlag. Bonjour, je suis Max. Si tu parles français, clique sur le drapeau bleu, blanc, rouge. Hi, I'm Max. Do you speak English? Then press this flag. Goed zo! Max en het gele sokje spook. In het kleine dorpje, net om de hoek, wordt het avond. Max en Oom Pong, de beroemde uitvinder, zitten in de tuin. Oom Pong heeft zojuist een spannend spookverhaal verteld. Ik zou dolgraag ook eens iets opwindends beleven. Och, Max, de wereld zit vol met avonturen en geheimen. Je moet ze alleen willen zien. Die wordt ook maar dikker en dikker. Bedtijd. Triste mama, triste beer, triste hond, triste tandenborstel, triste pyjama, triste lamp. Wel trusten, mijn meisje. Welterusten. 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 Oom Pong, wat is er mis met uw grasmaaier? Motorpech. Ik kan alleen de fout niet vinden. Wat wordt dat, Oom Pong? Dat wordt een schitterende snoepmachine. Te gek! Dan wordt het een echte Pong-snoepmachine. Heerlijk, zo'n warme zomeravond. Dankjewel, Fles. Niets te danken, Max. Hey, daar heb je Clara, de vleermuis van het spookkasteel. En ze is behoorlijk opgewonden. Hallo, Oom Pong. Dag, Max. We hebben jullie hulp nodig. Simon, het kleine kasteelspook, kan niet meer door muren en deuren vliegen. Wat? Bedoel je dat Simon zijn magische kracht kwijt is? Ja, dat gebeurt altijd als spoken honger hebben. En Simon rammelt van de honger.
Wat eten spoken dan? Oh, dat hangt er vanaf. Simon bijvoorbeeld, hè, eet alleen maar gele sokjes met veel gaten erin. Gele sokjes? Met gaten? Juist. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Overal in het kasteel liggen kleine gele sokjes. Simon zou ze zelf kunnen gaan zoeken als hij maar uit de torenkamer kon komen. De deur zit al honderden jaren op slot. Nu moeten jullie komen en de sokjes zoeken. Simon heeft precies 12 gele sokjes nodig om zijn magische kracht terug te krijgen. Kom alsjeblieft zo snel als je kunt naar het kasteel. Ik wacht daar op jullie. Oom Pong, we moeten die arme Simon helpen. Nou, Max, ik geloof, ik moet de snoepmachine nog uitvinden. Hè? En ik denk dat dit een prachtige kans voor jou is om een avontuur te beleven. Wat vind je daarvan? Moet ik alleen naar het kasteel? Natuurlijk, dat is toch geweldig. Een kasteel vol spoken, dat is nou net iets voor jou. Moet Max naar het kasteel gaan? Ja? Nee? Als Max bij de kasteeltuin aankomt, zinkt de moed hem in de schoenen. Maar de gedachte aan de arme Simon verdrijft zijn angst. Je krijgt niet elke dag de kans om gele sokjes te zoeken voor hongerige spoken. Dit is het beroemde oude kasteel Nieuw-Zwenenstein. Het kasteel is groter dan ik dacht. Max kan hier het kasteel binnengaan. Moet hij dat doen? Ja? Nee? Nee. Max kan hier het kasteel binnengaan. Moet hij dat doen? Ja? Nee? Simon, ik kom eraan. Hé? Dit is de hal van het kasteel. Eigenlijk ziet het er best gezellig uit. Max is vastbesloten om niet bang te zijn. Hallo Max, wees maar niet bang. Wij helpen je wel. Hé, wie zijn jullie dan?
Ik ben Fabian van Nieuw-Zwijnenstein, 358 jaar oud. Ik ben Magdalena van Nieuw-Zwijnenstein en nog maar 297 jaar jong. Ja, en ik ben Gustav van Nieuw-Zwijnenstein. 502 jaar, jawel. Oh, dat geeft niet. Ik vind het heel vriendelijk van u dat u mij wilt helpen. Dat spreekt toch vanzelf. Geen enkel punt. Het is ons een genoegen. Ik zie wat jij niet ziet. En het is bruin. Is groen, hè? Oké, jij wint. Bent u een kasteelspook? Heel goed van jou. Oh, ik ben de beruchte gravin Griselda van Griezel. En jij, met kleine Max is het niet? En jij komt de sokjes zoeken voor het spookje Simon. Ik zal je de stuipen op het lijf jagen, waar je ook bent. Dat wordt lachen. Een sokje! Maar het is blauw. En Simon lust alleen maar gele sokjes. Jammer! Het sokje is... blauw, blauw, blauw. Zo blauw als de zee. Hou je mond. Ik ben Fabian van Nieuw-Zwijnenstein, 358 jaar oud. Ik ben Magdalena van Nieuw-Zwijnenstein en nog maar 297 jaar jong. Ja, en ik ben Gustav van Nieuw-Zwijnenstein, 502 jaar, jawel. Ik zie wat jij niet ziet en het lijkt op een koe. Ik weet het al. Het is Max. Verdraaid, nog goed ook. Een koe? Hoe kom je daarbij? Wat is er, sukkel? Slaap je al? Nee. Psst. Wat nou, suffert? Slaap jij al? Joepie! Ik heb het eerste gele sokje gevonden! Hoera! Hoera! Max heeft een geel sokje gevonden.
zo geel als citroensap. Nu ontbreken er nog maar 11 gele sokjes. Nee, daar kan ik helemaal niet tegen. Waar wil je nu spelen? Ah, hier is de salon. Als in de winter de ijskoude vrieswind om het kasteel giert, houden de spoken zich warm voor het haardvuur. Bé. Boe. Sokje is groen, zo groen als gras. Hé, een mooi geel sokje. Max, je bent een echte held. Hoera, een geel sokje. Nu ontbreken er nog maar 10 gele sokjes. Ja, dat waren nog eens tijden, vroeger op Nieuw-Zwijnenstein. Ja. Ja. April 1862. De laatste graaf van Nieuw-Zwijnenstein is verdreven. Robert van Zwijnenstein weigerde commentaar te geven op zijn overhaaste vertrek, maar er gaan geruchten dat hij 's nachts veelvuldig uit zijn slaap werd gehouden door angstaanjagend spookgehuil. Gaaf! Vakantiefoto's van Simon! Kijk hier! Simon op de top van een berg. En hier Simon aan de zee. Ja, het lijkt wel of Simon hier een vis heeft gevangen. Ach, ik ben ook bij de piramides geweest, zo'n 200 jaar geleden. Simon op skis. Wat zeg je daarvan? Kijk nou zeg, Max heeft de geheime gang gevonden. Ja zeg. Wat zeg je me daarvan? Die goeie oude geheime gang, die was ik helemaal vergeten. Oh nee, moet ik daar echt in kruipen? Durf
je dat wel? Moet Max in de open haard kruipen? Ja? Nee? Nee? Oeh, dat is lekker. Waar wil je nu spelen? Dit is de keuken van het kasteel. Max heeft nog nooit zo'n reusachtig fornuis gezien. Wat zou hier gekookt worden? Wauw! Een echte spookkeuken! Doen. Jij? Waarom jij? Nu dan? Oh, domkop die ik ben. Ik haal altijd alles door de war. Weet je wat Simons lievelingseten is? McSocks. Daarvoor heb je nodig 1 uitgelubberde ongewassen sok. Een sok is het lekkerst als er heel veel gaten in zitten. De sok moet op een laag vuurtje gebakken worden totdat er stoom afkomt. Dan keer je hem om en je serveert hem op een stukje warme toast. Je kunt de sok natuurlijk ook vullen, als je dat lekker vindt. Dit is Sokfix. Ik vind het zelf eigenlijk niet zo lekker. Maar kleine Simon is er dol op. Schenk er heet water over. Laat het 12 minuten trekken. En eet smakelijk. Rood, zo rood als je neus in de winter. Nee, rood is de verkeerde kleur. Zo geel als een zonnebloem, die zal Simon lekker vinden. Hoera! Een sokje met een boel gaten erin. Nu ontbreken er nog maar 9 gele sapjes. Hij heeft de etenslift ontdekt. Zou die het nog doen? Maar natuurlijk, die domme oude Rietel gebruikt hem toch nog altijd. Oh, ik weet niet of ik... Of ik daar wel in durf. Zie je wel, Max? Nu ben je bang, hè? Met zo'n lift wordt in kastelen het eten vervoerd. Moet Max de lift nemen? Ja? Nee. Nee. Hmm,
Wie bent u? Nooit van een tijdgeest gehoord. Oh nee, daar heb je hem weer. De geheime deur naar de kelder. Die deur lijkt eigenlijk gewoon een kastdeur. Het is ook een geheime deur, Seffert. Oh, ja, natuurlijk, natuurlijk. Anders zou het geen geheim zijn. Ja, ik snap het al. Durf je met Max de kelder in? Ja? Nee. Nee. Eet smakelijk. 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 Het lekkerste eten dat ik ooit heb geproefd was ongeveer 357 jaar geleden, toen de beroemde kok Jacques Bak een overheerlijke kooltrui in gelei serveerde op een bedje van aardappelballetjes en overgoten met een zalige citroensaus. En als toetje hadden we schuimpaardenstaarten. Waar wil je nu spelen? Oeh, het ruikt hier nogal muf in de kelder. En wat een rare spullen. Ik wed dat die spoken daar wel raad mee weten. Boe. Zo, wat zeg je me daarvan? Een sokje in een wijnvat. Daar blijft het tenminste vers. Nu ontbreken er nog maar 8 gele sokjes. Dat is onze griezelmachine. Oom Pong heeft die voor ons gemaakt. Is die niet vreselijk handig? Nee! Pas op! Achter je, de krokodil! Kijk uit! Dit sokje is zo blauw als een korenbloem. Niks voor Simon, helaas! Het eten is klaar.
een lastpak, die zaag. Ze werkt al 358 jaar op mijn zenuwen. Waar wil je nu spelen? Ah, een terras. Max kan in de verte het dorpje net om de hoek zien liggen. Er brandt licht achter een van de ramen. Ik wed dat oom Pong nog bezig is met zijn uitvinding. Oh, dat moet het werk van oom Pong zijn. Kijk daar, de grote Max staat aan de hemel. Ik wens... Dat moet je niet vertellen. Zullen we nog eens? Ik zie wat jij niet ziet. Nee, geen zin. Niet nog eens. Ik wou dat Simon terug was en verhaaltjes vertelde. Oh, ja. Wanneer komt Simon nou eens terug? Goeie ouwe Simon. Ik ben zo moe. Ken je deze al? Jazeker. Absoluut. Oh nee, niet die weer. Goed gedaan, Max. Je hebt een geel sokje gevonden, zo geel als de sterren. Nu ontbreken er nog maar 7 gele sokjes. Ik vraag me af hoe het met oom Pong gaat. Zou zijn snoepjesmachine al klaar zijn? Huh? Hoe komt dat rode sokje daar? Waar wil je nu spelen? Dit is de bibliotheek van Nieuw-Zwijnestein. De spoken lezen hier nachtenlang. Ik vraag me af of hier ook sokjes verstopt zitten. Voor Simon. Ik geloof dat ik best een goede sokjeszoeker ben. Nu ontbreken er nog maar 6 gele sokjes. Niet schrikken, Max. Hij stelt zich alleen maar aan.
Zo zwart als de nacht. Hatsie! Opnieuw heeft meneer Pong bijna een sensationele uitvinding klaar. Voorlopig wil hij echter niet loslaten waar het precies om gaat. Zo, kleine Max. Dat hadden wij niet afgesproken. Zo is er geen lol meer aan. Moet Max in de open haard kruipen? Ja? Nee. Waar wil je nu spelen? Het kasteel lijkt wel een doolhof. Hier op de eerste verdieping wemelt het van de gangen, deuren en trappen. Max weet niet waar hij het eerst moet gaan zoeken. Ja, ik heb ook honger. Hoezo? Je hebt 502 jaar geleden nog eten gehad. Ha, Gustav heeft nooit genoeg. Hey, een geel sokje. Dat was goed verstopt. Bravo, Max. Te gek! Een sokje! Nu ontbreken er nog maar 5 gele sokjes. Dit heb ik bij de grote internationale griezelwedstrijd gewonnen. De rode sokjesboom, soms groeien daar ook gele sokjes aan. Maar dit sokje is rood, zo rood als tomatensap. En daarom is het niks voor Simon. Thank you.
Waar wil je nu spelen? Middernacht. Spookuur. In de grote eetzaal gebruiken de spoken hun avondmaal. Als een spook oud en ervaren is, moet hij vooral uitmunten in slecht gedrag. Dat is voor spoken een eerzaak. Wat jammer. Deze kan ik helaas niet gebruiken. Dit sokje is zo groen als een komkommer. Oh nee, zeg! Groene sokjes, daar houdt Simon niet van. Hou op, neushoorn. Je ruïneert mijn kapsel. Eén. Twee. Drie. Vier. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. Spookuur. Dat was onze butler in 1763. Oh ja, die herinner ik mij nog heel goed. Ja, anders ik wel. Dat was onze butler in 1763. Oh ja, die herinner ik mij nog heel goed. Ja, anders ik wel. Max, ben je bang? Wel, nee. Dat is maar een schaduw. Mij krijgt u niet bang, mevrouw Griezel. Moet je die Max horen. Niet bang te krijgen. Max, ben je bang? Wel, nee. Dat is maar een schaduw. Mij krijgt u niet bang, mevrouw Griezel. Moet je die Max horen. Niet bang te krijgen. Wij hebben honger. Wij hebben honger. Wauw! Goed zo, Max! Je hebt een sokje gevonden! En in de goede kleur! Geel! Zo geel als honing! Geweldig! Een geel sokje! Nu ontbreken er nog maar vier gele sokjes.
Max. Oom Bang heeft me een brief voor je meegegeven. Hier. Beste Max, hoe is het op het spookkasteel? Helaas ben ik nog niet helemaal klaar met mijn snoepmachine. Er komen voorlopig alleen nog maar rode knoopjes uit. Daar moet ik wat op verzinnen. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik denk veel aan je. Je oom Bang. Oh nee, hè. Rode knoopjes. Als dat maar goed komt. Tot ziens, Max. Handig. Dat moet ik aan oom Bang vertellen. Waar wil je nu spelen? In de slaapkamer staat een prachtig hemelbed. Is dat beddengoed? Of ligt daar een spook te slapen? Max vraagt zich af of spoken wel eens dromen. Dit sokje mag dan grote gaten hebben, maar helaas is het grijs, muisgrijs. Hé, hey Max! Je ziet er zelf bijna uit als een spook. Alleen je voeten. Die komen er wat vreemd onderuit. Jeuk onder mijn kroon. Neem dan toch ook eens een douche. Dat zou ik heerlijk vinden. Maar hoe? Slaap je al? Supergrote gaten. En het is nog geel ook. Zo geel als een banaan. Jippie! Een verse sok. Nu ontbreken er nog maar 3 gele sokjes. Wow!
show! Mijn collectie uit 1655. Hier zien we een geraffineerde avondjurk in lakenleer. Oh, en hier hebben we iets heel bijzonders. Nachtmerrie in wit. En nog een zeer gewild model, genaamd Storm in een glas water. Fantastisch! Zo, kleine Max. Tijd voor een raadseltje. Welke voorouder stond bekend als Baron Wanhoop? Goed zo! Welke voorouder luisterde naar de naam Gravin Beefried? Nou ja, niet slecht. Welke voorouder droeg de naam Hertog Oudezeur? Hoe weet jij dat toch? Welke voorouder stond bekend als Prins Ragebo? Verdraaid! Alweer goed! Welke voorouder luisterde naar de naam Prinses Schreeuwlelijk? Nou ja, niet slecht. Welke voorouder droeg de naam Prinses Varkenskop? Jij hebt geluk. Bravo! Geweldig! Waar wil je nu spelen? Hoe wordt een spook een goed spook? Daar moet hard voor gewerkt worden. Spokenkinderen leren alle trucjes om mensen aan het schrikken te maken op de spokenschool. Hoera! Max heeft een geel sokje gevonden. Zo geel als de maan. Hoera! Een geel sokje. Nu ontbreken er nog maar twee gele sokjes. Nee, dit sokje is wit. Daar heb je niets aan, zo wit als sneeuw. Boe, 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 boe. Nee.
Hoi, 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 hoi. Het spokendieet is gewoonlijk afgestemd op de leeftijd van het spook. Heel jonge spoken eten graag klein, geel sokjes. Terwijl de wat oudere spoken de voorkeur geven aan gestreept ondergoed. De alleroudsten, de meer ervaren spoken, eten het liefst geruite truien. Lieve medespoken, zo kan het niet langer doorgaan. De mensen zijn helemaal niet bang meer voor ons. Waarom moet dat nou toch? We moeten oefenen, oefenen, oefenen. Die spoken. Ik zou ook wel eens door een muur willen vliegen. En anders ik wel. Wij moeten hier maar in zo'n akelig lijstje hangen. Tja, en dat honderden jaren achter elkaar. Waar wil je nu spelen? Boah. De spoken spoelen zich onder de koude kraan af. Als een vlek er niet afgaat, is er nog altijd de wasmachine. Een wit en krijtwit sokje. Nee, nee. Als ik zo doorga, ben ik binnenkort te dik om nog te kunnen vliegen. Een spooktrein! Super! Wil je met Max een ritje in de spooktrein maken? Ja? Nee? Ja! Waar wil je nu spelen? Een wit en krijtwit sokje. Nee, nee. Een geel sokje. Goed gedaan, Max. Een geel sokje. Nu ontbreekt er nog maar één geel sokje. Hm?
een bericht voor jou. Beste Max, het gat in mijn maag is al bijna net zo groot als alle gaten in de sokjes die ik tot nu toe heb gegeten bij elkaar opgeteld. En dat zijn er nogal wat. Zullen we samen een beetje rondvliegen als ik mijn spokenkracht terug heb? Groetjes, Simon. Zeg alsjeblieft tegen Simon dat ik zo vlug als ik kan met de 12 sokjes terugkom. En oh ja, het lijkt me enig om te vliegen. Oké, ik zal het hem zeggen. Veel succes, Max. Je kunt het vast. Alleen water en duf is goed voor mijn laken. Waar wil je nu spelen? Hallo? Hallo? Ben jij dat, Simon? Joehey! Ik zal de 12 sokjes voor je zoeken, Simon! Ik kom vol van honger. Simon, waarom moeten er gaten in de sokjes zitten? Waarom de gaten in moeten zitten? Heb je ooit een sok zonder gat gezien? De gaten zijn het lekkerste. Daar zit de meeste smaak aan. Net als bij kaas. Juist! Simon, ik ga snel zoeken! Ik kom terug zodra ik alle 12 sokjes heb! Geweldig! Als ik mijn spokenkracht terug heb, kunnen we gezellig samen spelen! Ja, dat is leuk! Tot kijk, Simon! Dag! Een sokje! Daar ligt een sokje achter die steen! Heb je alle gele sokjes gevonden? Knalgoed, je bent een echte held! Hoera! Ik heb alle 12 sokjes! Nu kan ik ze naar Simon brengen. Wat zal hij blij zijn! Hallo Simon! Ik heb alle 12 sokjes voor je gevonden! Ik zal ze door het sleutelgat duwen. Je bent een echte vriend, Max. Dankjewel. Kom op, Max. Dan maken we een proefvlucht. Oh, ja! Het kasteel!
Het wordt een heel speciaal diner die avond in de tuin van het kasteel. De pong-snoepmachine is eindelijk klaar. En voor Simon is er een bord vol sokjes. Zelfs gravin van Griezel is van de partij. Eigenlijk vindt ze Max best aardig. Ah, meneer Pong. Kunt u voor mij niet een kleine frambozensapmachine uitvinden? Hé, ja. En voor mij een gele sokjesmachine. Dat zal wel lukken, denk ik. Maar eerst moet ik de grasmaaier repareren, hè? Oh, Max. Ik ben zo trots op je. Gemakkelijk was het niet. En soms ook best eng. Ja. Dat vind ik fijn. Hoewel, ik moet toegeven dat ik nog nooit zo'n dapper jongetje heb gezien. Nu ik het kasteel zo goed ken, vind ik het helemaal niet eng meer. Ik zit helemaal vol. Wel, één sokje kan er nog wel bij, denk ik. Jij een stukje, Max? Nee, dankjewel. Ik hou het bij de snoepjes van oom Pong. Hé. Oeh, dat was een vermoeiende zoektocht, zeg. Oh, ik moest maar eens een poosje gaan uitrusten. Wil je doorgaan? Ja. Nee. Ja. Vermoeiende zoektocht, zeg. Oh, ik moest maar eens een poosje gaan uitrusten. Wil je doorgaan? Ja. Nee. Nee. Zo, liefjes. Oh, ik ben zo trots op jullie. Ik wil graag een mooie foto van jullie maken.